Je moet het een keer ophouden. En mensen moeten echt doorhebben wat er nou plaatsvindt. Ik was er zelf niet bij, hè, maar ik zal eens even een schets geven hoe ik denk dat het allemaal gebeurd is. Een trucker, die gaat even internet afstruimen, die ziet van, hé, er gebeurt daar iets in Canada. Allemaal truckers. Nou, dat moeten we gaan regelen in Nederland. Ja? Dus, zo gezegd, zo gedaan. Ja? Maar er zit geen organisatorische ding achter. Dus een spontaan iets. Ja? En dan heb je dus mensen die hun ego willen gaan strelen. En die nemen dat potentieel wederopstand nemen ze dan over in hun naam. Jan Huze of Michel, hoe heet die? Rijnga, weet ik veel, Michael, hoe heet die gast? Het zal allemaal wel. Weet je? En zo wordt het dus overgenomen. Snap je? Je hebt een moment en mensen pakken dat moment. Die denken van, ja, nu gaan ze achter mij staan. Nu gaan ze achter mij staan. Perceptiemanagement, hè. Vergeet het niet. Er zal ook voor vast een of andere foto zijn waar je dus iemand ziet. Hè, van, kijk, en een hele groep achter hem. Kijk, dat is mijn groep, hoor. Mijn groep. Mijn groep. Perceptiemanagement. Terwijl het gewoon mensen zijn die aan lopen zijn en zoiets, weet je. Hoort niet bij. Nou ja. Perceptie management, daar draait het om. En ja, misschien ben ik niet de knapste of zoiets. Ik heb geen Valentijnskaart gekregen. Maar misschien kan ik het zelfs niet zo goed verwoorden. Het is allemaal wel, weet je. Ik probeer het in ieder geval wel. Ik probeer te verwoorden wat mij nou dwars zit. Namelijk een seniele leider van een vrije wereld.